Je moet voor school een video inleveren. Daarom ga ik je 10 tips geven over hoe je die video er beter uit kan laten zien. Hoi, ik ben Grietje van de Videomakers, het kanaal waar we jou helpen bij het maken van betere video's. Als je Instagram hebt, volg ons dan zeker ook eventjes daar. Want dat vinden we natuurlijk super leuk. En als je nog niet hebt geabonneerd op ons kanaal, dat kan je doen door hier beneden op de grote rode abonneerknop te drukken. In deze video ga ik je dus 10 tips geven om een betere video te maken voor een schoolopdracht. Nou kan het zijn dat je iemand bent die ons voor het eerst hebt gevonden en dat je nog niks weet van video. Top, dan is deze video echt voor jou. Het kan ook zijn dat je vaker naar ons kanaal kijkt en in dat geval weet je waarschijnlijk al heel veel dingen die ik je nu ga vertellen. Als dat zo is, dan wil ik je heel graag vragen om toch de video te bekijken. En als je nou aan het einde denkt, hey, ik heb nog een goede aanvulling op al deze tips, zet hem dan even hier beneden in de comments. Het zal heel vaak zo zijn bij een schoolopdracht dat je iets bijvoorbeeld aan de camera moet vertellen of een voordracht moet houden, iets moet uitleggen. Op dat moment is het heel erg fijn als jouw gezicht goed te zien is. En wat we vaak zien is dat mensen bijvoorbeeld voor een raam gaan staan. Dan is er een raam in de achtergrond, wat wel mooi is, maar waar ook heel erg veel licht uitkomt. En het gevolg daarvan is dat je gezicht juist weer heel erg donker wordt. Omdat jouw camera heel veel licht binnenkrijgt en denkt, wow, dit moet ik compenseren. En dan gaat hij je gezicht heel erg donker maken. Hoe voorkom je dat nou? Eigenlijk is de regel altijd, kijk waar het licht vandaan komt. En zorg ervoor dat dat licht gewoon op je gezicht schijnt. Dus als je binnen in een ruimte bent, er komt heel erg veel licht uit een raam. Zorg ervoor dat het raam dan niet achter je is, maar dat het raam voor je is. Zodat het licht mooi je gezicht kan uitlichten. Wij zeggen hier op ons kanaal vaak dat geluid nog belangrijker is dan beeld. Zeker als je een schoolopdracht inlevert, dan wil je gewoon dat het super goed verstaanbaar is. Wat wij heel vaak doen is een extern microfoontje gebruiken. Dit is er bijvoorbeeld eentje die je kan inpluggen in je telefoon. Maar ja, als je nou verder nooit iets met video gaat doen en je moet af en toe een keer schoolopdracht inleveren, dan vind je het waarschijnlijk zonde om dit te gaan kopen. Waar je dan voor moet zorgen is dat je gewoon met de microfoon die in je telefoon of de camera zit die je gebruikt, ik ga er nu even vanuit dat je een telefoon gebruikt, dat je die optimaal benut. Ga dus niet buiten staan waar veel wind is en zorg ervoor dat in de ruimte waar je filmt, dat het daar zo stil mogelijk is. Dus dat er niet op de achtergrond nog een radio aanstaat of dat iemand anders heel veel geluid maakt of dat er iets heel hard aan het zoomen is of dat de buurman aan het boren is. Zorg ervoor dat je een plek zoekt die zo stil mogelijk is. De volgende tips die ik je ga geven, die gaan over wat we compositie noemen. Met andere woorden, hoe ziet je beeld eruit? En de eerste tip die ik je wil geven is om te filmen op ooghoogte. Zoals je ziet hou ik de camera nu op de hoogte waarop ook mijn ogen zijn. En dat is eigenlijk het meest neutraal. Op het moment dat ik van onder ga filmen, dan zie je ook dat ik een beetje een onderkin krijg en dat je zo in mijn neus zit te kijken. Ik vind het heel oncharmant. Dus doe dat vooral niet. Op het moment dat je echt heel hoog gaat filmen, dan zie je weer heel veel van de vloer hierachter. En op zich, nou, mijn gezicht wordt daar wel mooier van dan als je van omlaag filmt. Maar het is geen neutraal standpunt. Dit is gewoon hoe we normaal ook kijken. Dus als je beeld maakt, dan is eigenlijk dit het uitgangspunt. De volgende compositietip is om je ogen ongeveer op 2/3 van het beeld te zetten. Dus als je nu kijkt hier in beeld, zie je trouwens ook een heel klein beetje rotzooi daar in de achtergrond, zie je dat? Negeren we even. Dan zie je dat mijn ogen ongeveer hier op 2/3 vanaf de onderkant zitten. Dus hier is 2/3 van het beeld en hier is nog 1/3 van het beeld. Nou hoef je dat niet exact aan te houden. Je ziet hier ook dat de verhouding net iets anders ligt. Maar het is wel een goede richtlijn. Want wat gebeurt er als je je ogen bijvoorbeeld heel hoog in beeld doet? Dan krijg je dit. Dat ik heel erg met mijn ogen zo tegen de bovenkant aan zit. En dat je hier dan heel veel ziet. Dit ziet er gek uit. Andersom, als ik mijn ogen heel laag in beeld heb, dan zie je dat er hier weer van alles gebeurt. Ja, er gebeurt niks. Er is hier loze ruimte. En waar moet ik nou eigenlijk naar kijken? Met andere woorden, als je wil dat iemand gewoon rustig ergens naar kan kijken, dan is ongeveer
je oog op 2/3 van het beeld. Prima. Het is goed om erover na te denken hoe ver je, als je voor de camera staat, van de camera af wil en kan staan. En dat heeft dan vooral te maken met het geluid. Bijvoorbeeld, ik zou nu kunnen bedenken dat ik helemaal van top tot teen in beeld wil. Want nu zie je eigenlijk alleen maar dit. Dat kan, maar dan moet ik dus daar achterin gaan staan. Ga ik even doen. Nou, nu zie je me helemaal, maar je hoort het al, je kan mij helemaal niet meer goed verstaan. Op het moment dat ik namelijk daarachter ga staan, dan ben ik heel erg ver weg bij de microfoon. In ons geval hangt die vlak boven ons. Maar op het moment dat je met je telefoon filmt, dan zit je microfoon hier in je telefoon. Voor een microfoon is eigenlijk de regel dat hoe dichter die bij de plaats is waar het geluid uitkomt, namelijk in dit geval mijn mond, hoe beter je het kan verstaan. Je zou dus kunnen zeggen dat voor het geluid in een video dit eigenlijk het beste is. Nu ben ik super dicht bij de microfoon. Het enige jammer is dat als je nu naar het beeld hier kijkt, dat het er heel erg lelijk uitziet. Ik zou je adviseren om altijd te kiezen voor de middenweg. Op het moment dat je je telefoon op een armlengte afstand houdt, dan heb je nog een stukje van mijn schouders, je hebt mijn gezicht goed in beeld en je kan me prima verstaan. Probeer je camera zo stil mogelijk te houden. Hoe meer je namelijk met de camera beweegt, hoe meer dat uiteindelijk namelijk afleidt. Wat ik net deed, de hele tijd zo met één hand filmen, is eigenlijk niet echt een goed voorbeeld. Wat je beter kan doen, is of je telefoon in een statiefje zetten en hem ergens neerzetten. Dan is die super stil. Of iemand anders vragen of dat diegene jou wil filmen. Zodat diegene de telefoon met twee handen kan vasthouden. Omdat je zo veel meer stabiliteit hebt dan wanneer je hem met één hand vasthoudt. Misschien staat het wel in de opdracht. En als het er niet in staat, ga er altijd vanuit dat je zo filmt. Voor Instagram is het heel erg normaal om zo te filmen. En ik weet dat heel veel mensen ook dit automatisch doen, omdat je nou eenmaal zo je telefoon vasthoudt. Maar je ogen zitten zo. Dus op het moment dat je een video inlevert en je wil dat hij er wat professioneler uitziet, dan is het veel beter om zo te filmen. Dus denk daar eventjes aan voordat je hem aanzet. Soms heb je opdrachten waarbij je gewoon voor de camera gaat staan, alles vertelt en dat gewoon in één keer hop in zijn geheel opstuurt. Het kan ook zijn dat je er net eventjes iets meer van wilt maken. Dat je nog wat extra shots wil maken en die later over je beelden heen wilt plakken. Of dat er af en toe eventjes iets verkeerd ging en dat je dat er net even uit wil knippen. Op dat moment is het heel erg handig om gewoon een gratis montageprogramma te hebben waarbij je heel simpel wat dingetjes weg kan knippen en bijvoorbeeld beelden over elkaar heen kan plakken. Wij hebben heel veel tutorials voor verschillende programma's, ook gratis programma's en ook voor sommige apps. Dus als je daar meer over wil weten, kijk dan eventjes hier boven in beeld. Als je veel moet vertellen voor de camera, wat wij nu eigenlijk ook doen, dan kan het natuurlijk heel erg verleidelijk zijn om alles op te schrijven en dat vervolgens zo voor de camera letterlijk voor te lezen. Maar ik weet zeker dat je docent het echt heel erg kan waarderen als je het niet vanaf een blaadje doet, maar het echt uit je hoofd probeert te doen. Het lastige daaraan is, als je een hele grote lap tekst hebt en je wil dat allemaal uit je hoofd in één keer vertellen, precies zoals het daar staat, dat is eigenlijk niet te doen. Ik kan dat ook niet. Ik heb nu ook de tekst die ik vertel niet helemaal letterlijk uitgeschreven. Ik heb gewoon, zoals je hier ziet, een spiekbriefje gemaakt met alleen de belangrijkste punten erop. En dat is een tip die ik je wil meegeven. Probeer of je je verhaal in punten kan opschrijven. Onthouden wat er nou precies belangrijk is. En dan gewoon kleine stukjes gaat vertellen. Dus niet het hele verhaal in één keer. In deze video zie je ook dat we steeds een slide in beeld hebben gebracht. En dat ik dus alle stukjes daartussen elke keer heb kunnen voorbereiden. Omdat ik dacht, oké, dit punt is nu afgerond. Wat is het volgende punt? ABC. Oké, check. En het dan aan jou ga vertellen. Dus dat is een truc die je heel gemakkelijk zelf ook kan toepassen. De laatste tip die ik je wil geven is: zorg ervoor dat je
achtergrond hier en hier je voorgrond, dat dat netjes en opgeruimd is. Je ziet dat bij ons ook. Er zijn wel dingen in de achtergrond. We gaan niet voor een witte muur staan, want dat vinden we heel saai en heel kaal. Maar het is wel op zich plezierig om naar te kijken. Er liggen niet nog overal snoeren en dozen. En... Ja, normaal is het een rotzooi hier natuurlijk. Ja, nou ja, normaal is het hier ook super opgeruimd. Eigenlijk zijn we best wel opgeruimd. Maar bijvoorbeeld de shots die ik je net liet zien, die ik met mijn telefoon maakte, waarbij je dus ziet wat er daar allemaal ligt. Namelijk alle spullen die ik heb meegenomen voor deze opnames. Dat shot zou ik eigenlijk niet normaal bij een docent inleveren als ik dat zou moeten doen. Omdat er dan toch te veel troep in de achtergrond ligt en iemand dan afgeleid is. En denkt, wat zijn al die spullen? Waarom ligt dat daar? Dus zorg ervoor dat het gewoon strak, netjes en opgeruimd is, maar mag wel levendig zijn. Je hoeft niet per se voor een witte muur te gaan staan en het helemaal soort van, ja, in een witte ruimte te laten zijn. Het is best wel leuk als er ook nog een plantje op tafel staat of dat er nog iets te zien is. De laatste tip die ik je heel graag wil meegeven is, maak het leuk voor jezelf. Want ik snap dat een schoolopdracht maken, nou ja, ik vond het niet altijd leuk. Ik vond het vaker niet leuk dan wel leuk. Maar filmen is super leuk. Echt waar, neem het van me aan. Filmen is echt super tof. Filmen dus, is het beste wat er is. Ja, dus zorg ervoor dat je gewoon, weet je, dat je het leuk maakt. Dat je denkt, als je er nog een muziekje onder wil gooien, dat je dat doet. Of dat je uit gaat zoeken hoe dat moet. En dat leren, de extra shots overheen gooien. Kijk naar andere video's, kijk naar dingen die je wil uitproberen en ga het gewoon doen. Ga er zelf lol mee hebben. Daar wordt het echt fijner van. Als je nou nog vragen hebt, laat het dan eventjes weten hier beneden in de comments. Heel veel succes met je schoolopdracht. En nou ja, misschien wel tot de volgende keer. Doeg! Ach, waarom zwaai ik nou weer? Wat de hel? Dat kan je er gewoon in laten volgens mij ook.